investeren alleen in Nederland of kan het ook buiten Nederland, dus over de grens? Deze video gaat daarover vandaag. Let's go! Ik krijg vaak de vraag, Lucas, je investeert in Nederland en vastgoed, maar ik zie ook dat je in het buitenland zit. En dat klopt ook. Ik zit in Amerika, we hebben daar een aantal panden en we hebben ook een aantal panden in Engeland. Zoals mijn dochter altijd zegt, het Engeland. Sorry. Maar ja, we zitten dus ook in het buitenland. En ook wel in China, maar dat is een ander verhaal. Dat is puur omdat ik Chinees ben en we familiebanden hebben. En nou ja, dat, lang verhaal kort, dat is geen goede investering voor nu. Maar dat maakt niet uit. Amerika, Engeland. Maar je hoort ook mensen in België zitten. En ook anderen in Duitsland. En zelfs in Noord-Macedonië. Ja. Overal is het mogelijk. Dus de vraag is, waarom zit jij in het buitenland, Lucas? Nou, ik zal het heel simpel zeggen. Hè. Wij begonnen natuurlijk onze investeringsavontuur in Nederland. Hè. Kleine 10 jaar geleden, zoals ik wel vaker heb genoemd in mijn verschillende video's. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook andere deals aangeboden. De vraag is natuurlijk, wat doe je ermee? Ja, ik ben natuurlijk in Nederland begonnen. Ondertussen raakt de Nederlandse markt. Hè, de prijzen worden hoger, de rentes worden hoger of de rentes worden juist lager. En andere mensen gaan er ook in de slag. Verschillende redenen waarom mensen zeg maar, gaan investeren in vastgoed. Nou, en ondertussen is de keuze aan jou, hè, als jou als investeerder, wat ga je doen? Blijf je simpel doorgaan met hetzelfde? Of ga je ondertussen ook met andere deals aan de slag? Nou, en dat is eigenlijk voor mijzelf altijd een reden geweest van... Weet je wat, je kunt wedden op één paard, hè? Alles in Nederland en altijd op dezelfde manier. Maar die stroom kun je blijven doorzetten en ondertussen kun je ook een nieuwe uitdaging aangaan. Een nieuwe uitdaging aan en een nieuwe inkomensstroom via bijvoorbeeld Amerika. Amerika heeft voor ons, ze hebben ook heel veel kansen geboden. Ik kwam destijds een klant tegen, die was in Amerika aan het investeren. Die zegt, Lucas, lijkt dat jou ook niet wat? Nou, in eerste instantie ga je natuurlijk kijken, is het ook daadwerkelijk wat? Je gaat ook kijken... Wat is het risicoprofiel? Is het echte vertrouwen? Hoe werken de belastingsregels daar? Hoe kan ik daar zeg maar slimmer geld wegzetten en ook op een slimme manier laten groeien? En kunnen wij ons natuurlijk mensen daar ook helpen en begeleiden? Die vragen die stelden wij ons iedere keer weer. En zo waren wij ergens in 2018 begonnen met investeren in Amerika. Nou, en op een gegeven moment loopt het allemaal. Je hebt een jaartje gehad. Dat betekent ook, je hebt een fiscaal jaar gehad. En dus belastingregels bekijken allemaal. En zo werkt het eigenlijk altijd. Ik zeg altijd, zodra je een kalenderjaar hebt overschreden, hè, zodra je een jaar lang mee bezig geweest, heb je het hele riedeltje 1 keer volledig gehad. En dan weet je ook van, is dit het nou ja of nee? Nou, en zo kom je er wel achter. Aan Amerika was voor ons een goede belegging. Dus wij zijn daarin doorgegaan. En zo in Engeland net zo. In Engeland hebben wij ook zo een uitdaging die we kregen. We dachten van, oh, wat gaan we doen? Hetzelfde idee, we gaan het aan, we gaan het een jaar uitzitten. We gaan kijken wat het fiscaal jaar doet. En als dat interessant is, ga je er ook in verder. En zo blijf je constant uitbouwen met verschillende stromen van inkomen. Dus voor ons was het aan de ene kant een slimme belegging. Aan de andere kant, als je soms een kans aangeboden krijgt, ja, die mag je en die kan je ook gewoon nemen. Dan is natuurlijk ook weer de volgende vraag, gaat het altijd goed? En dat antwoord is natuurlijk de ene keer ja, de andere keer nee. En als het niet goed gaat, hey, een investering en een belegging hoeft niet altijd 100% goed te gaan. Zolang het maar op de lange termijn zichzelf weer goed en terecht trekt. Dat is jouw taak als investeerder om daar goed naar te kijken. Dus buitenland, ja, voor ons was het gewoon interessant. En China, ja... Ik weet het niet hoor, maar goed, soms moet je zo lief zijn voor je familie dat het allemaal moet weer. Hè? Dat is een ander verhaal. Over lief zijn gesproken, mocht je dit een leuke video vinden, vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen. Hè? En te abonneren op het kanaal, want zulke video's als deze over vastgoed ga ik natuurlijk veel meer met jou delen. Hey, voor nu, tot de volgende. Hoi hoi. Yeah.